Goedemorgen, Republiek Nederland, Desiree Stokkel op 2 augustus 2023. Er is een groot verschil tussen een SAMSEM hotspot en de nieuwe bureaucratie arrestatieteam 5821. Een SAMSEM hotspot is er voor gesprekken over de internationaal strafhofrechtszaak tegen Nederland, de corruptie inherent aan dat systeem, dus de corruptie die ertoe geleid heeft dat we nu in Wereldoorlog 3 zitten, en het recht dat het volk nodig heeft om die oorlog te overleven, om AI-robots te overleven, om de chemische industrie te overleven, om slavernij te overleven. Arrestatieteam 5821 is de nieuwe bureaucratie voor Republiek Nederland. Dus dat is het voorportaal voor straks rechtspraak Republiek Nederland, Rijksoverheid Republiek Nederland, gemeente Republiek Nederland, provincie Republiek Nederland, enzovoort, enzovoort. Dus bij een SAMSEM hotspot kan je praten over de corruptie, zonder dat je wordt gestraft of wordt genoteerd als etter of wordt tegengehouden, tegengewerkt. Maar arrestatieteam 5821, dat is nu een verzamelpunt voor individuen, bedrijven die de oorlog willen stoppen. Mensen die zelf niet vermoord willen worden en die de corruptie uit hun eigen bedrijf, hun eigen huis, hun eigen lichaam willen verwijderen. Dag.